Een hele goede middag, iedereen. Welkom bij deze nieuwe livestream. Een vlog. Er is van alles te doen. Mijn oud-Hollands spelletjes. We gaan hier naartoe. Wat mij kan je hier niet doen, maar... Ik ga mijn vader me volgen. Ik wil eigenlijk overal kijken, maar... Mama, ik kom. Oh, dit is de stroom. Deze vroeger ook. Dit ging vroeger als je iets stouts had gedaan. En je werd opgehangen. Dan werd je daar aan de galg gehangen. Dat is wel heel vet. Rij maar, papa. Ik kom. Hele ouderwetse dingen. Leuk om hem te zien. Kom. Alles goed, jongens? Ja. Oké, mooi, met ons ook. Dat ga ik even filmen, hè? Ik ga het toch lopen, hè? Ja, weet ik. Ik wil het sowieso van heel klein zien. Kijk voor je. Ja. Het is super chill. Ja. Maar jazz muziek leuk, man. Ik ga dit even kijken. Want ik wil dit ook wel zien van dichtbij. Ik ga even hier staan. En nog even taal weer proberen naar achteren te blijven. Dus als op het moment dat jij naar achteren loopt, kan jij naar voren. Snap je dat? Ja? Oké, klaar. 1, 2, 1 en weg. Oh. Dit is echt leuk, het zijn ouderwetse dingetjes. Super chill. Ik kan me zeggen dat ik het lekker vind. Allemaal van de middeleeuwen. Het zijn echt ouderwetse dingen. Ik kan muziekje ook. Heerlijk. Nog steeds heel erg vertrouwen. Maar goed, hey, ik wil het toch wel heel graag vinden met wat allemaal te zien is. Sophia Vlissingen, iets met bevrijding. Want hier heb ik nog gevierd. Nou, je zit. Ja, hoor. Lekker. Maar kom op binnen, kijk. Ja. Ik zie het.
beetje doorlopen. Niet verder, hè. En moet ik hem hebben. Ik loop een beetje door. Maar het is dus niet dat ik mijn vader in de steek laat. Die rijdt heel hard achter mij. Hi jongens. Hi. En er komen steeds meer dingen aan. Eerst het woord moet opgehangen. Weet het niet hoe of wat. Maar het is wel cool. Al die mensen die lopen. Heel de stoet. Ze komen deze kant op gelopen. Daar is de strop. Daar moet opgehangen worden. En dan gaan we even toe. Want wij willen het ook wel zien op beeld natuurlijk. Ze gaan even heel snel doorlopen. Ik moet mijn plek vooraan hebben, anders kan ik niks zien. Anders kan ik ook niks vinden, maar... Ja.
zo. Oh, hier gaat het gebeuren, jongens. Ik ga even snel voortmaken. Want ik wil het natuurlijk op beeld hebben. Wat er gaat gebeuren. Zo ga ik erop staan. Ik kijk waar die ouder van mij staat. Daar is de stop. Ik kan ook niet voorbij komen, ik denk het niet. Maar, we gaan het toch proberen. Hoi, Annie. Hoi, buur. Eet smakelijk. En hier moet het gebeuren. Dit is de strop. Als het goed is, komen ze straks hier toe. Dus benieuwd hoe het gaat gebeuren. Als we dan echt hier komen gelopen, dan ben ik verder met de mensen die jullie allemaal laten. Heel veel volk is er hier verzameld. Kun je kunnen zien. En daar is nog steeds de strop. Strop zal gaan worden. Ik weet niet of niet. Of zo hoe. Maar daar in de Gelde Paal, daar wordt iemand opgehangen. Volgens mij is dat gewoon een traditie. Die met een feest te maken, volgens mij. Ja, ook niet wat voor feest, want dat weet ik zelf ook. Wel, later ben ik bezig met alles voorbereiden. Ik weet niet of slagen doe ik ben. Ja, ze zijn in de buurt. Een stap, daar komt ze dadelijk op. Doe het ook omhoog, deze pop gezet. En daar wordt hij al vastgebriend.
Kom op met die Spanjool hier naartoe. Kom op die Spanjool hier naartoe. Wij moeten die Spanjool berechten. Kom maar hier naartoe. Kom maar hier met die Spanjool. We zijn met z'n kleding. We zullen hem eens even afpakken. Waar is vrouwen Marian? Ja. Waar is vrouwen Marian? Want zij spreekt Spaans. Hoi. Waar is vrouwen Marian? Marian is naar de markt. Is ze naar de markt? Ja, oh. Is het wel nodig? Wordt daar geweest? Ja, maar ze moet hier zijn, want ik heb haar nodig als tolk. Want we kunnen wel roepen van vrijheid, vrijheid, maar we moeten ook wat werk. Wat gaan we doen met die Spanjool? Vangen! Poffertjes geven! Want tenslotte, u heeft gewoon pech. Het is vandaag 6 april 1572. En we hebben net in de kerk, onder leiding van pastoor, moet ik zeggen, Derksen. Ja, ik ben protestant en niet katholiek, dus dat scheelt. Maar pastoor Derksen, die heeft ons opgejut om toch vooral die Spanjolen die daar voor de kust nog liggen, weg te jagen. En daar hebben we net ons tuighuizen opengesloopt. En we hebben kanons afgeschoten. En ik denk dat de Spanjolen nu wel geschrokken zijn en langzaam zullen vertrekken als het tij gunstig is en de wind. Want dat is natuurlijk altijd weer het punt. Dan staan wij hier voor het stadhuis. En daarboven zit straks de baljoen. En dan moeten we kijken wat hij vindt dat wij met deze Spanjaard moeten doen. U bent gewoon een man die op het verkeerde moment op de juiste plek stond. Want wij hebben hem. We hebben hem. Hij kwam hier naartoe. Hij kwam hier naartoe om zijn 10e penningen, oftewel de belasting waar wij zo'n enorme hekel aan hebben, om die te komen innen. Maar dan wil ik nog één keer vragen aan hem wat hij nou eigenlijk, wat zijn wensen zijn. Bul, je bent helemaal uit Middelburg gekomen. Kijk hem eens aan. Nee, nee, wacht. Let op. Let op, de bul. Ik zal het u openlijk zeggen. Wat zijn heel veel mensen voor me. Men is mij verzocht dit voor te lezen. Ik ben hier achter uit het gevangen gehaald. Zat daar als moordenaar. De beul van Walcheren kon hier zijn werk niet doen. Want de beul van Walcheren huist in Middelburg en Middelburg is Spaans. Oh, wij zijn vrij! Wij zijn vrij! Wij zijn vrij! Leven Oranje! Maar we hebben nog deze man! Ja, wat gaan we ermee doen? Men vraagt. Even mijn tekst van Kuik en anderen even mijn tekst afmaken. Men heeft mij gevraagd in ruil voor vrijstelling als moordenaar deze beulstaak op mij te nemen. Oh, dat is goed voor jou. Dus vergeef me als ik af en toe een klein beetje spiek. Ik ben invaller en mocht dit lukken, mocht ik deze sinjeur succesvol aan de galg brengen, dan ben ik vrij man. Ja! Vrij, ik wel vrij. Nou, doen we dat. Vinden we dat een goed idee? Ja! Ja, nou, moeten we een beetje democratisch beslissen. Wie is voor? Ja! Maar dan kom ik hier en hangt er hier zo'n kleedje. En mij is ter oren gekomen dat een vrouw van een magistraat, of een van de magistraten, vond dat er een kleedje rond het schavot moest. Dat staat gezelliger. Ja, maar dat is ook zo. Top. Terechtstellingen zijn evenementen, dat is waar. Maar gezelliger. Oh, een beetje kleur mag er wel bij zijn. En ze zei ook, dan zie ik die man niet zo vallen. Eén vrouw, wat één vrouw teweeg kan brengen. Hallo, hoe is dat? Oké. Maar waren ze nou toch over je vrouwen? Waar is vrouwen Marianne nou?
Want ik wil hem toch nog even een vraag stellen. Die kan niet lusteren. Die kan niet lusteren, die vent. Waarom van Kuijts is naar de markt. Ja, hallo. De markt, ze dat is hier gewoon niet en ze komt dat hier, niet. Dat is hier om de hoek, de markt. Dat is dat straatje uit. Dan hoef je toch niet uren weg te blijven. We gaan beginnen. We gaan beginnen? Wat gaan we doen? Ik wil mijn vrijheid. Ja, je krijgt je vrijheid. Maak je daar maar geen zorgen over. Ze hebben het mij goed maar ik wil nog één keer vragen aan hem. Wat kom je hier eigenlijk doen? Nieuws. Ik ben Tom Pacheco en ik ben Hernando Pacheco. Oh. Ik kwam alleen maar belasting controleren en ik wil jullie en ik kan jullie missen, maar voor jou goed belonen. Ja, opnieuw, je krijgt een microfoon. Jullie vergissen jullie. Jullie verwarren mij. Met Don Pacheco. Ah. En ik ben Hernando Pacheco. Ah. Oh. Ik kwam alleen maar de belasting controleren. En ik wil jullie vlissingers in ruil veel geld schenken. Oh. Voor mijn vrijheid en mijn twee caballeros. Ja, maar wij willen geen geld van je. Wij willen onze eigen vrijheid. Wat willen we? De vloot is vertrokken, de vrijheid hebben jullie al. En laat mij hier als Spaans burger in mijn huisje kopen. Duurt dit nog lang? Oh, meneer De Beul, we moeten het dan natuurlijk eventjes netjes afhandelen. Hè? We kunnen dat natuurlijk niet eventjes zo tussen neus en lippen door. Hè? Dat werkt niet hier. Goed, ik vind het een prachtige speech, meneer, weet je ook alweer, Pacheco? Don. Oh jee, Don Hernando. Ik ben graaf Jan van Kuik, uit de mooie Brabant. Vandaar mijn andere accent dan hier in Zeeland. Pacheco, Hernando, naar voren komen. Ja. Hier staan. Nou, dan gaan we het toch maar doen dan, hè, jongens. Gaan we dat doen? Ja! Ja, nee. Ja. Wacht. Alles in orde? Nee, nog niet. Man van het luik. Nee, het is nog even wachten. Galgtouw. Oh, stop. Wel, hij heeft nog één verzoek. Ik ben van Adel. En ik wens hier opgehangen te worden. Ik weet nog wat galgtouw. Ik wens om hoofd te worden. Iemand een sabel? Nee. Hangen. Maar u pleit voor uw leven, dat snap ik, want het is niet leuk om opgehangen te worden. Als hoofdstuk kan ik me toch ook niet voorstellen dat het leuk is, dus wat gaan we nou doen? Nu zijn we een beetje in verwarring. Nog eenmaal. Wat wilt u? Ik wil... onthoofd worden. Hij aan een touw voor vogels. Hij wil onthoofd worden. Wat gaan we daar aan doen, Bill? Het is al besloten. Besloten door wie? Door de Bill. Niet door hem, niet het stadhuis. Wij hebben dat hier besloten en ik krijg mijn vrijheid. En ja, maar je vrijheid, die krijg je met die van. Microfoon. Vrijheid, die krijg je van. Oké. Hangen! Gaan we hangen! Ik kijk even in mijn instructies, want het is de eerste keer dat ik dit doe. Mijn galjoen ligt vol met goudstukken! Rechterhand! Rechterhand! Balju, laten we nog even één keer vragen aan de burgemeester, aan de Balju. Ik krijg geen rechterhand. Jawel! Wat gaan we doen? Balju, wat gaan we doen? Want ik zie u zitten in uw stadhuis. Kom naar voren. Kom naar het raam. En vertel wat u vindt dat wij met deze Spanjool moeten doen. Wat is hier aan de hand? Nou, we hebben hier een Spanjool te gevangen genomen. En we willen graag weten wat we ermee moeten doen. Ten slotte bent u de Balju, oftewel de burgemeester. Wat heeft gij uw ene beul ingehuurd? Nou, we hebben er gewoon een moordenaar uit het gevangenis gehaald. Wat heeft gij uw ene beul ingehuurd? Ja, maar u betaalt. Stop daarmee!
Koffer? Stop daarmee! Waar was Koffer? Stop daarmee! Gelachtouw, klaar! Net één! Ik wil ook mijn vrijheid! Hoe kunt gij dit doen? Ja, gewoon. Zonder enige rechtspraak! Ja, dat heeft u wel een punt. Zonder enige rechtspraak gaat u deze man verhangen! Daar kan ik de bak weer in en het enige wat ik al heb gewonnen is een hoed! Zult gij u ene smet op u doen laten rusten? Ja. Deze man zonder enige rechtspraak te verhangen? Ja, daar heeft u wel een punt, maar wat moeten we dan doen? Is dit wat wij voorstaan als wij den Nederlanden krijgen? Ja, hangen. Als ja. wij den Republiek krijgen, zijn wij enigen haar beter dan ja. onze onderdrukkers? Als wij dit doen, ja, de, ik vraag u, Vlissingse burgers, ik vraag u Van Kuik jawel. Af te zien van deze verhanging zonder enige veroordeling. Laat den rechter beslissen over het lot deze Pashenko. Kan iemand dat raad niet doen? Haalt u deze beul weg. Verwijder hem uit uw midden. Laat den rechter beslissen. Zeg, gerechtigheid. Kom maar naar beneden dan. Over de Nederlander. Okay. Meneer de Bul, u heeft helemaal gelijk. We gaan het netjes in de gevangenis stoppen. En dan mag u hem later berechten als hij maar opgehangen wordt. Mag ik één applaus horen? Zijn jullie het daarmee eens? Mag ik één applaus horen? Ja hoor. Mag ik één applaus horen? Ja, voor mij dan. Ik dank u. Vlissingse bevolking. Oké. Okay. Nou, dan stoppen we hem in de gevangenis. Is iedereen het daarmee eens?